Welkom. Mocht je de files willen bekijken en de presentatie, die staat op deze URL. Dus dan kan je even downloaden en meekijken. Die komt ook in de video, dus je kan het later nog bekijken. Wat ga ik doen vandaag? Een beetje Wireshark tips en tricks voor mensen die Wireshark al wel gebruiken. Daar kom ik zo meteen op. Voor mensen die Wireshark al een beetje gebruiken, maar er beter gebruik van willen maken. Een beetje de laatste features die zijn toegevoegd en wat oude features die misschien nog niet gebruikt worden. Wie ben ik dan? Ik ben ooit begonnen bij Euronet Internet. Toen internet nog heel jong was in Nederland en daar een leuke tijd meegemaakt, ook samengewerkt met Access for All. En vanuit daar eigenlijk de corporate networking ingedoken. En uiteindelijk bij een reseller gaan werken, veel met load balancers gewerkt en daar heel veel op moeten troubleshooten. En zo kwam ik in aanraking met Ethereal in 1999, denk ik dat het was. En dat is later, in 2006 is dat Wireshark geworden. En toen ben ik daar ook voor gaan ontwikkelen. En uiteindelijk ben ik in 2007 een van de core developers geworden van Wireshark. Dus een aantal features in Wireshark zijn van mijn hand. En ik gebruik het dagelijks bijna. 10 jaar geleden ben ik Simbit begonnen. Een bedrijf om troubleshooting diensten te leveren aan mijn klanten en trainingdiensten. En daarnaast duik ik en hou ik van films. Dus mocht je over iets anders willen praten dan badges voor Wireshark, dan zijn dit ook nog een paar mogelijkheden. Nou, dat is wat ik doe. Ja. Dan even, wie zijn jullie? Want ik krijg een beetje idee waar ik op moet richten in deze presentatie. Ik heb vooral gewoon een demo met een beetje een cheatlijstje voor mezelf. Daarover gesproken, dat ben ik vergeten mee te nemen. Ik heb cheat sheets voor de keyboard shortcuts. Die zal ik in mijn laptoptas stoppen, dus mocht je die willen hebben, kom even langs. Dan kan ik ze nu mee moeten nemen, maar dat ben ik vergeten. Hoe vaak gebruiken jullie Wireshark? 1 keer per jaar? Of laat ik beginnen met elke dag? Een paar mensen, jee. Elke week? Ja, al iets meer. Elke maand? Nice. Elk jaar een keer? Ja, ook nog wel. Nooit gebruikt? Jee. Welkom. je gaat een aantal features van Wireshark zien. Weet je wel wat het doet? Ik heb geen idee. Je hebt geen idee? Oké. Wireshark is een tool waarmee je netwerkverkeer af kan vangen en kan analyseren. En daarmee kan je problemen oplossen zoals ik doe, of je kan security breaches of dat soort dingen onderzoeken. En daar gaat Wireshark over. Wie gebruikt ook andere tools naast Wireshark? DSP Dump, veel, ja. Commerciële producten? Nou, je hoeft ook geen boe te roepen. Ze zijn er. Maar wat je ziet is dat bijna alle tools zijn een soort van uit de markt gedrukt door Wireshark. Best wel knap of best wel cool. Er zijn zeker features en commerciële tools die je in Wireshark niet hebt waarvoor je ze wel zou kunnen en moeten gebruiken. Dus in die zin ben ik zeker geen boer voor commerciële tools. Alleen ze zijn wel duur. Ik heb een lijstje gemaakt met dingen die ik interessant vind om te vertellen, maar zijn er dingen die jullie graag willen weten? Dan kan ik dat misschien nog infietsen. Later geworden gisteren, oké. Okay. Huh? Oh, daar kan ik een hele training over geven. Hidden daar. Channels. Wat zeg je? Hidden channels. Hidden channels. Dus in die attack dat je bijvoorbeeld op een TCP-sessie naar de frequenties gaat kijken voor bepaalde pakketten. Ja. Kan ik heel kort over zijn, daar is Wireshark niet zo geschikt voor. Want, ik zit in een troubleshooting hoek, dus wat dat betreft op Hacker Hotel zit ik misschien een klein beetje in een ander publiek. Dus ik doe meer troubleshooting van functionele problemen en performance problemen en daar is Wireshark redelijk goed in. Wireshark is ook wel goed in het weergeven van content van verbindingen, maar er zitten geen automated dingen in om, zoals side channels en hidden tunnels en dat soort dingen. Ja, daar zit op dit moment niks in Wireshark wat dat automatisch voor jou detecteert. Dus dan zou ik meer aan, stap ik buiten mijn vakgebied, maar dan zou ik meer aan, dat weet ik niet, maar een tools denken die daar specifiek op gericht zijn, die naar pick-up kijken en patronen herkennen, want die zijn er wel volgens mij. Voice, ook interessant, ik kan zo meteen even twee minuutjes laten zien van voice, pak ik even mee. Ja, als ik het vergeet, steek ik even hand op nog. Goed, even iets over de history. Wireshark is, of Ethereal is begonnen in 1998 door Gerald Coombs. Hier helemaal rechts in beeld. Dit is Gerald. En een van de dingen die Gerald heel goed heeft gedaan is dat hij niet bedacht had van joh, ik blijf het zelf ontwikkelen. Maar die heeft een ecosysteem ontwikkeld waar mensen in kunnen ontwikkelen voor Wireshark. Dus
En dat is nog steeds zo. Er is een, zijn we, even kijken, daar staat hij beneden. Er zijn websites, mailing lists, we hebben versiecontrole uiteraard. We hebben sinds een paar jaar ook een reviewing system om de code-kwaliteit wat beter te maken en zo. Daarmee is het voor heel veel mensen makkelijk geworden om in voorwaarden te ontwikkelen en daardoor gaat het ook heel snel. Nou, zoals je hier ook ziet, Gerald had een sniffer nodig, een grafische sniffer, maar ja, het kostte toen te veel geld waar hij toen werkte. Dus toen heeft hij gedacht, ik ga zelf iets schrijven, want TCP-dump was niet voldoende voor hem. Dus zo is het gekomen. Nou, SharkFest, een conferentie over Wireshark, ga ik elk jaar heen om te presenteren. Super leuk als je echt meer wil weten, is dat zeker een aanrader. Maar dat is niet wat we vandaag doen. Vandaag gaan we even kijken naar, waar staat Wireshark vandaag? 1,2 miljoen downloads per maand. En dat is nog buiten alle package updates die er zijn. Dus het is best, wordt best wel veel gedownload en gebruikt daardoor ook. We proberen elk jaar ongeveer een nieuwe release uit te brengen, meestal zo rond SharkFest. Of meestal na SharkFest. Eerst was het een beetje, we proberen het rond SharkFest te doen, maar dat is natuurlijk een beetje dubbelop. Dus meestal is het wel in de buurt van SharkFest. Op dit moment zijn we nog gesponsord door Riverbed. We zijn aan het kijken naar andere opties. Er zitten wat nadelen aan om onder een corporate entity te hangen. Dus we zijn aan het kijken naar iets waar we wat minder onder iets corporates hangen. En dat wordt allemaal bepaald door de Wireshark Advisory Committee, waar ik ook in zit. En zo proberen we een beetje Wireshark de goede toekomst in te kunnen leiden. Dus ik denk dat er dit jaar wel iets bekend gaat worden daarover. Dus, wat gaan we vandaag doen? Even wat nieuwe features, tussen aanhalingstekens, in de laatste drie versies van Wireshark. Dingen die je misschien gemist hebt in de release notes of niet bekeken hebt, maar die zeker interessant zijn om te gaan gebruiken. Ik wil het ook even hebben over configuration profiles. Favoriet onderwerp van me. Wie gebruikt er ook configuration profiles? 1, top. Dus voor heel veel mensen is dat nieuw, terwijl je werk heel veel efficiënter kan maken. Misschien een stukje over TLS decryptie, als dat interessant is, op basis van sessie keys. Want de RSH key exchanges die zijn er nauwelijks meer en die zijn met TLS 1.3 natuurlijk helemaal verdwenen. Dus dan moeten we op iets anders terugvallen. Dus daar kunnen we ook even naar kijken. En ja, wat verder ter tafel komt. Eens even kijken. Dan is het mezelf overleven aan Demo Gods. En hopelijk gaat dat goed. Hacker Hotel. En dan laten we eens beginnen met deze bijvoorbeeld. Oké. We hebben hier een packet trace. En een van de nieuwe dingen die toe zijn gevoegd is dat je kan draggen en droppen voor filters en voor kolommen. En je ziet dat ik hier al een aantal kolommen gebruikt heb. Ja, voor mensen die het slecht kunnen lezen, ik probeer zoveel mogelijk op het scherm te toveren. Dus laat volg het goede voorbeeld, kom wat lekker naar voren, we hebben wat stoelen vrij. Een van de dingen dus die nieuw zijn toegevoegd is bijvoorbeeld dat je filtertje kan leggen op dit IP-adres door gewoon te slepen. Dus ik heb hier een destination IP, dus als ik al het verkeer daarvan wil zien, dan moet ik niet te ver doorgaan, dan gaat het mis. Maar die kan ik gewoon hier naartoe slepen. Je ziet ook welk filter er toegepast moet worden. En dan kun je op die manier in één keer filteren zonder je dingen in hoeft te tikken. Datzelfde geldt ook voor kolommen maken. Dus als ik een kolom wil maken van de IP-TTL, ik weet niet of die wel tussen zit, nee, zo te zien niet, kan ik gewoon slepen. En het voordeel is dat ik meteen kan slepen op de plek waar ik hem wil hebben. Dus als je op andere manieren kolommen maakt, wie heeft er wel kolommen gemaakt al? Heel goed. Probeer zoveel mogelijk kolommen te maken van dingen die voor jouw analyse van belang kunnen zijn. Want als je gaat scrollen, dan zie je je ogen vallen, of jouw hersenen, die zijn gevoelig voor patroonwisselingen. Dus als jij door de packetlist heen scrolt en je hebt kolommen voor dingen die interessant kunnen zijn, dan valt het in één keer op. Dus ik wil dit nu hier hebben, dus ik kan hem zo toevoegen. Een andere alternatief wat we eerder hadden was rechtermuisknop en dan apply as column. Of onder de preferences, nou, kun je ook naar de column preferences gaan. Even kijken hier. Maar dat is allemaal wat meer werk. Dus dat slepen van die kolommen vind ik wel een fijne feature die erin is gebracht. Het is ook zo dat op het moment dat je een combinatiefilter wil maken, om even terug te gaan naar de filters, kan ik hem toevoegen aan het filter wat ik al heb. En dan krijg je opties zoals je die ook bij zo'n right-click filter hebt. Van ja, ik wil van dit IP-adres eigenlijk alleen maar zien wat er een TTL die niet 128 is. Dat zou een teken kunnen zijn dat, dat deed ik verkeerd. Even terug naar het vorige filter. Ik had hem niet goed losgelaten. Even kijken hoor. Als ik hier end not selected doe,
dan krijg je al het verkeer wat niet zo'n TTL heeft. Nou, zo kun je een filter heel makkelijk met drag and drop opbouwen. Een feature die voor security misschien wel interessant is, waar ik eigenlijk zelf een beetje voor heb gelegen, want ik was er niet helemaal mee eens dat hij erin kwam, is de credentials. Nou, was het eerst toegevoegd, of het was eerst voorgesteld om zowel de usernames en passwords weer te geven. En dat vond ik echt niet tof. Ik denk van ja, nou, daarmee wordt het een tool die voor cracking gebruikt kan worden. Dus het is nu gevormd dat je alleen de usernames ziet. Dus je krijgt wel te zien welke er zichtbaar zijn in de tracefile. En dan moet je zelf even uitvinden waar dan het wachtwoord is. Hij is niet weergegeven, ik moet even het filtertje weghalen. Als ik er nu naartoe ga, dan zou het wel goed moeten gaan. Dan gaat hij naar het frame toe waar dan de username in zit. Nou, dan zit er uiteindelijk ook het password natuurlijk ook vlakbij. Dus het wordt iets minder makkelijk gemaakt, maar ik had deze hele feature er eigenlijk liever niet erin gehad. Maar goed, ja? Ja, maar het Mm-hmm. Ja. Ja, maar je kan ook een filtertje maken die aangeeft. Je kan een filterbutton maken waar we zo meteen op gaan komen. Dat je met één druk op de knop kan filteren op de velden waar jij vindt dat er een wachtwoord in zit. Dus dit reikt steeds meer naar een cracking tool, zeg maar. En dat kan betekenen dat sommige bedrijven op een gegeven moment gaan zeggen van joh, we willen niet dat deze tool gebruikt gaat worden. Dus het zit een beetje op het raakvlak van of het randje van ja, wat wil je wel en niet toelaten. Maar goed, het is er op deze manier ingekomen, dus het zal ook wel blijven. En ik ben blij dat iemand het handig vindt. Ja. Even kijken. Wat hebben we nog meer in? Een kleine wijziging die je kan nu tegenwoordig ook hier de buttons aan de linkerkant weergeven. Dan moet ik even kijken. Hier moet ik hier rechter muisknop. Left align buttons. Ik ben gewend dat ze rechts zijn, maar er zit heel veel plek tussen waar je hier de filter intikt en dat je dan hier de apply button hebt. Je kan ook enter doen natuurlijk. Maar je kan die buttons tegenwoordig ook aan de linkerkant zetten, als je dat fijner vindt. Nou, feature request tijdens Shark, volgens mij tijdens Sharkfest, dat iemand dat wilde hebben. Dus dat is er uiteindelijk ingekomen. Iets wat ook wel grappig is dat je nu meerdere pakketjes kan selecteren. Dat kon vroeger niet. Dus je kan bijvoorbeeld, als ik zeg, ik vind deze interessant en ik vind ook deze interessant en deze interessant en misschien deze interessant. Dan heb ik nu, kan ik deze makkelijk in één keer opslaan als een aparte PKF-file. Dus je kan zelf cherrypicken welke pakketjes je in een nieuwe PKF wil hebben, in plaats van dat je het op basis van filtering moet doen. Dus dat is op zich wel handig. Hetzelfde geldt ook dat je makkelijk nu met copy en plain text, dan heb je nu gewoon die vier regels in één keer voor je rapport, in plaats van dat je ze één voor één moet kopiëren. Dus dat kan best handig zijn. Delete. Dus dat is in 3.2 wat erbij is gekomen. In 3.0 is erbij gekomen dat we ook UDP conversation timestamps doen. Dus dat je gaat tellen vanaf het begin van een conversatie. Dat hadden we al wel voor TCP. Dat is een van de features die ik een paar jaar geleden erin heb gebracht. En dat is nu ook voor UDP beschikbaar. Dus dat kan je vinden als ik hier even UDP pak. En ik zou op dit pakketje gaan staan. Dan zie je hier onder UDP die timestamps. En die geeft aan de tijd sinds het eerste pakketje in deze stroom. Dus dezelfde 5 tuple, dezelfde IP-adres, support en dat soort dingen. En de tijd sinds de vorige in deze frame. En met name met TCP, waar je natuurlijk langere communicatie hebt, is dat heel handig. Maar ook met UDP kan dat heel handig zijn. Sommige protocollen hebben meer dan een challenge response of een request response. Dit is allemaal DNS, dus dan niet zo interessant. Maar goed, dan kan je dus die tijden kan je bekijken. Daar kan je ook een kolom van maken, je kan erop filteren, et cetera. Dus dat is handig. Een van de features die weg was in versie 3 of in versie 2.6 is de GeoIP map. Dus als je kijkt naar statistics endpoints, dan kan je een IPv4 lijstje van alle endpoints krijgen. Daar hadden we een map en die is nu weer terug. De reden dat die weg was is dat Max Mount het database formaat had gewijzigd en we het lastig vonden om dat erin te brengen tot er klachten kwamen van ja, maar dat gebruik ik. Ik gebruik het zelf eigenlijk nooit, behalve tijdens de training om aan te geven dat het kan. Of bij presentaties zoals hier. Want meestal als ik iets aan troubleshooten ben, dan zit ik in een private IP network. Dus dan is het niet zo heel interessant. Ik moet nog kijken, er zijn wel tools waarbij je zelf je MMDB files kan maken. Dus je database files op basis waarvan die dit doet. Dus dan zou je office locaties of dat soort dingen aan IP subnetten kunnen koppelen.
Maar voor publieke IP-adressen had hij gewoon bij Maxmind GUIP-informatie downloaden, in Wirezark stoppen en dan kan je daar een plaatje van maken. Dus heb je te maken met een DDoS of met hackers die vanuit bepaalde landen komen waar we geen namen van noemen. Dan kan je op deze manier even snel kijken van, waar komt mijn verkeer vandaan in deze traceval. Nou, in dit geval gebeurt er hier niet zo heel veel. Is het vooral Europa en Amerika? Nou, zal wel oké zijn. Maar weet je het natuurlijk niet. We zijn op een Nederlands hackercongres, dan zijn er hier ook hackers. Even kijken, ik zit me trouwens bedenken dat ik helemaal niet heb gevraagd of iemand wel Nederlands praat. Is er someone that doesn't speak Dutch? Ah, apparently, quite a few. Sorry, I should have asked. I'll continue in English. Sorry for that. You should have raised your hand. I should have asked, sorry. Okay, something, let's see. Yeah. Let's do profiles first. So there was only one person that uses profiles. The reason why we use profiles, there was a Guardian challenge there. I'm trying to do that. I need to have a challenge myself. The reason why we have profiles, you see it here on the lower right corner, is you see that I have some columns here that are nice for this trace file because I want to analyze TCP delta, I want to analyze the time to live. But like the question, when you analyze a voice protocol, then let's do the VoIP calls here. This doesn't give me any information that is useful to me. So I have a different profile called SimBit SIP. Actually, I should call it VoIP. And now I have some buttons here. I have different coloring. So if I click on, for instance, all the SIP packets, you can see with the coloring, I have a blue background. It's the same background from my house, from my logo. But I have color-coded also the requests and responses. So in this case, I already see, okay, this is a request because it's white. This is a little green, so it's a good response. There's actually no red line in here, but I have traces where there's a bad response to a certain SIP request, and then it turns red instead of green. And that can help you with your troubleshooting, especially also the columns like call ID sequence number, your methods, and stuff like that. If you have that in columns like this, it makes your analysis easier. The way you can make these profiles is go with the right click here below, manage profiles, and you can create a new one or copy one that you already have, and then adjust that to your needs. The things that are saved in profiles are your coloring, your columns, your filter buttons that I'm going to talk about in a minute, your protocol preferences, your GUI layout, your font, basically everything that you configure in Wirezark is saved in the profile. And by switching profiles, you turn around the way Wirezark displays stuff. For me, it works that I have protocol-based profiles, but I can imagine that you might have profiles for certain customers or certain applications or certain analysis tasks. Sometimes you're analyzing maybe malware, or sometimes you're analyzing DDoS, and you might have different columns, different coloring and stuff like that per analysis task. One thing that I find really, really powerful is these filter buttons. So I mentioned them before. VoIP, it's a button, and what it does, it gives me all the SIP, SDP, RTP, RTCP packets. This is just SIP, this is SDP, an invite, and then this one is interesting, a call ID, and I put a hashtag in front of it. For me, that's a sign that this is a dynamic filter. If you look at the filter that is created, it's SIP.callID equals $accolade, praise, I think that it is, SIP.callID. This means, this filter means, take the SIP caller ID from this specific packet that's selected, fill that in here, and then filter on all the packets that have the same SIP ID, SIP caller ID. So basically, if I have a list of invites, and I click on this one, and I click on call ID, I get the whole call setup for this specific call. Going back to this invite, for this call ID, and I've got the call setup for this call. So within simple click buttons, you have selected the calls that you need and can start looking at those.
The same goes, have some more complicated ones. Who's analyzing VoIP? You are. Someone in the back, good. Let's do this one, that one, and then this one. As you can see here, I make it a little more complex. This is the same, the SIP. But here I say, okay, give me from the SDP information, give me the host address, which is in string format, and then compare it to IP host, which is the string representation of your host, your IP address. So you can combine multiple fields. You don't have to limit like TCP stream equals TCP stream. No, you can do fields or values from different fields and combine those with this dynamic filtering. And this gives me the power to quickly analyze stuff. One of the things I have in my TCP profile, let's see, TCP. How many people, when you want to select one TCP stream, you click on follow TCP stream and then click away the content? We all do it, right? No, you don't. What do you do? Examine the content. It's usually very efficient. OK, yeah, depends on what your troubleshoot task is. But sometimes in the early days when I was just wanted to filter on the content, not the content, but the packets of one TCP stream, I did it like that. Nowadays, I don't think there's TCP in here, so I'm going back to the old trace file. And of course, this filter doesn't work. So now I have like, you see that I have different colors in this profile because I don't want to be distracted by all the protocol layer information. I want to have the setup of the session. Like SYN is green with black, and SYNAC is green with blue. And there are some blue packets for FIN packets. There's a FIN packet and there's reset packets. So if I take this particular, might not work, but let's see. If I take this packet, I'm interested in this one. I click up, click on the stream filter, and then the whole TCP stream for this session has been selected. Going back to no filter, and maybe I see something in content here on this, and again, I get the whole session. So for me, that's very, very useful. So please make a habit, and normally when you're using Wireshark, you're in a hurry because you're analyzing a problem or a breach or anything that so you don't have time to create these profiles. But when you're done and you know what you did and you know what's useful, take 15 minutes and create a profile for it for the next time. That's my little tip. I try to do that. I fail there as well because I need more profiles that are useful, but I'm getting into the habit of creating more profiles. One other thing that might be interesting for when you do some data extraction is the feature called show packet bytes. So I'm clicking on this packet. You see there's a JPEG in here. If I right click on it and I do show packet bytes, and there's the shift command RO shortcut for that as well. It's on the cheat sheet that I will provide. I will put it at the sticker area, but you can come. I will put it in my bag also, so come to me and get one if you want. With show packet bytes, you see immediately the image that was transferred. So you don't need to save it first. You can look it up from within Wireshark. What is in this trace? Actually, this is a trace from the Cyber Olympics from 2013. I was working at KPN at the time, and they participated. And this is a trace file made by the EC Council. And I mailed them like, okay, can I use it? And they said yes, because they were done with it. So it's nice to, it's not easy to get good trace files of nice traffic. So if there's some data in it with, like if for instance, if I go back to the VoIP call, and I'm not sure if there's a register in here. I'll go back to the SIP profile. SIP, is there a register in here? Invites, no. So there's no base64 encoded data. But if there is, let's see if I can find something that might be interesting here. No, probably not. But if I need to look at this data, and just for an example, I can do show packet bytes here as well. And if this was like base64 encoded, and I want to decode it, I can move away all the previous stuff. Or typed in a, and then select
Base64 decode. So if you have Base64 encoded stuff in your trace file and you want to decode it within Wireshark, of course you can copy and paste it to CyberChef or anything else, but this is a way to do it within Wireshark. And of course you can export that too, or you can save it, or any information that you find in a trace file. So if I go back to the other trace file again, and I click on TLS, if you're interested, for instance, in a certificate, TLS handshake, let's see, oh, I need to go back to my, I need buttons for switching profiles. Building. Yeah. Huh? Building. Yeah. The downside is, if you start working on a batch, you don't have time for anything else. And if you, and basically, I think the last time I really developed the features like 5 years ago. I'm active in the committee, and I'm active at Sharkfest and on the Ask site as well. But development, I haven't done that much lately. I should, but since we moved from GTK library to Qt, which is the first was in C and now it's in C++, I kind of bailed out and never got back in the game, which I still want to, but I need to find time. So this certificate in this message here, in this message, there's a certificate. Let's say you want to extract the intermediate certificate from this trace file. So this is your server certificate, and this is the intermediate certificate. I can click on it, right click, and then export packet bytes, which will export all the packets or all the bytes selected in blue on the right. So if I click on export packet bytes, and I export it .cert, for instance, then I can read it. You see my file structure. There's your certificate that you just extracted from Wireshark. So you can extract all kinds of stuff from Wireshark that way. Another feature for extraction is, I don't know if you use it, is under file and then export objects. We've got an export for HTTP, IMF, so mail format, so SMB, TFTP. The big one missing there is FTP, should be there as well. Build it, I know, yeah. You build it. We have a nice ecosystem that you can participate in. So anything that you submit will be reviewed, and most things will be added to Wireshark. So let's see where we are in this regard. Something that, do you work on large trace files? A lot? Yeah, it's a pain sometimes. One thing that you can do, if I close this file, and if I know that I'm interested in traffic only for a certain IP address, it's not in the right directory. Let's open. My trick to get to the right directory is to just open a recent file, then close it again, and then open it again, then I'm in the right directory. So if I want to open this file, I can put a read filter here. So let's say I'm interested in IP address 192.168.245.3 because I know that's some idiot trying to do bad stuff. Now it's a read filter, that means that Wireshark reads only the packets that are actually, it still has a filter active. It only reads the packets from this certain IP address. See, there's lead, there's the bad guy. Which means all the filters that you do now are only on this selection of the trace file. So it makes your analysis a lot quicker investigating this host instead of working through the whole file over and over again. And if you use file sets, who uses file sets? That you just use a ring buffer for multiple files. Well, if you do that, you have multiple files, and you can merge them, of course, on the command line, or you can merge a file here, but then you're limited to two. One of the things that you can do if you have multiple files is, let's go to presentations again. So these are not connected or not related, but if I wanted to open this and this trace file at once,
I can just slide them over to Wireshark, and it will automatically merge them for you. So that makes it a little easier to do merging as well, and work on these three files at the same time. Yeah, it will sort them in time order. Yes. Mostly you have trace files that are sequential because it's a file set. But if you have trace files taken at the same time in different places, you can merge them like this as well, and they will be intertwined. Make sure you have NTP or even a more precise time mechanism active, otherwise you have big bogus data or a hard time making sense of it. One feature that even I don't use that often, but I should, is annotation. Like, you can put comments in a file. So let's open the file that I had opened before. You said that it was already annotated. I don't want to save the merged packets. Statistics, capture file properties. And you see here that I put in the file comment, I put the mail from EC Council that I was able to use this trace file. I put it in there. And I also did some packet comments. This is just a list of the packet comments. But if I go to the expert information that I actually don't use that much, there is this comment section. And if you click on each comment, you will see that the packet list will scroll to that packet. So it can be a little navigation tool. I always work with two screens. So if you have the second screen, just put this on the left and then go through the trace file for all the comments that have been added. Since almost nobody uses it, please tell people if you put comments in there, tell them there are comments in them, use them, and this is how you can do it. And so we need to educate everyone that everyone will start looking at them. Because it's much easier to read the trace file like this than to have an email like, in packet 20, I see this, and then you need to, okay. So it's really, this has been in Wireshark since Wireshark 1.8, since we moved to the PCAP and G format, which allows comments. Well, the PCAP format doesn't. So we have been using that since 1.8, which is like 10 years old, more or less. Some things that might be handy is, let's go back to my standard profile. Let's say I want to look for a packet where the HTTP host header contains Amazon. No, it contains with an S. And this is not an HTTP header, it's of course HTTP host. It was late last night. So these are all the requests with Amazon. If I do the same for instance, a cookie contains Amazon, I might get some packets, but maybe it's because contains is case sensitive, maybe I should look for lowercase cookies. So this means I'm extracting the cookie, make it lowercase, and then compare to Amazon. Let's hope it finds something. No. Okay, bad example. Let's do something where it does work. Let's see what's in here. That's not interesting. URI burst and cached with a the http.request URI full, this one contains, what was it, cached? This shows you a couple of packets. How many? There's 14 packets displayed out of the whole trace file. And if I do it like with lower around it, I get a little more if I'm correct. Yeah, there's 32. So you can make it case insensitive. We also have the matches operator to do regular expressions. So http.host matches something www.anything.com. You can match it like this. And you can build more complex regular expressions, but just a little example. The version of regular expressions that we use is the GNU regular expressions, not the Perl compatible, which I thought before, but it's the GNU regular expressions. So you have to look up that. Any slashes that you put in here need to be backslashes, so need to be like two backslashes.
Like if I do a letter, I need to do like a double, a digit. I need to do like this. So that can be helpful too. Actually, there's now, we can do string on any fields. Let's say IP address. Well, there's actually IP host already, but we can do string IP address. With a, I don't want to string IP address. String IP address equals or contains 10.10.10. I'm doing something wrong here again. There you go. It probably doesn't match anything, but you can now also transform non-string fields into string fields, so you can use contains and matches on those as well. So that can be handy as well. So let's see what we can do with TLS decryption. Who's doing TLS decryption already? One person who wants to do TLS decryption? A couple more, good. Yeah, otherwise I wouldn't say it. But like many, or actually two browsers, Chrome and Firefox, they have the option if you do exports. Let's make this a little bigger for people in the back. You can do SSL keylog file equals, well, SSL.log, whatever. Actually, I should name myself the TLS. SSL should be dead. TLS.log. And if I start from here, my Chrome, it's not active yet. Google Chrome contents, and I think it's macOS, and then Google Chrome. Let's start a trace first, otherwise I don't capture any packets. Like on Wi-Fi, start, kill this filter. Let's do http.hostheader equals www.rabobank.nl. Shouldn't be there. And if I go to, oh, I need to start my Chrome here. If I go now to www.rabobank.nl, and if I was going to log in, which I'm not going to do, but so I now captured some HTTPS traffic. If all goes well, I have some keys in there, some session keys. So let's quit Chrome. Let's quit this. TLS.keys. There's a whole bunch of TLS session keys. So the symmetric keys used for these specific sessions, which are only used for these specific sessions. So if you export these, only these sessions can be decrypted, nothing else. And so now you can, in Wireshark, if I point to the, go to the protocol preferences, like protocols, and then TLS, and I use the pre-master secret log file name. I need to browse to my presentations, Hacker Hotel, and then TLS.log. If all goes well, you see some Rabobank traffic appear, which was inside TLS, but then decrypted to HTTP. So this is how you can, if you have control over your client, this is how you can see what the client is. Just like when you use Burp Suite or any other tool that is in the middle. If you are not on the client, but you're able to steer the client to a man in the middle, you can use, for instance, man in the middle proxy. It also understands the SSL keylog file format, so you can use that as well. So if I now would have man in the middle proxy, since the environment variable is set, if I start this and if I change my browser or my phone to use my laptop as a man in the middle or as a proxy, I will see the traffic from my phone also decrypted in Wireshark here. So let's see. Another nice thing, if you want to add this, so let's save this trace file. Let's quit it and let's file save. And let's say file name Rabobank. Let's
Okay, it's there. I can now use edit cap. Who uses the command 5 minutes? Okay. Who uses the command line tools? T-shark, edit cap, merge cap. Okay. With edit cap, you can change the things in a pcap file. And in this case, let's see. I can insert or inject the secrets. So in this case, I want to inject the TLS session keys into this trace file because it's a pcap and G format. And I think a year ago, in the format was added that we can store secret information or key information in there. It's not in Wireshark yet that you can do it within Wireshark, but you can do it with the edit cap. You can say edit cap minus inject. Oh, let's copy and paste that. Otherwise. And I'm injecting the TLS keys from the file tls.log, I think it was. And it did it from Rabobank, and let's do rabo.pcap.ng. And if I now remove the settings from my from SSL, so I'm going to delete this. This means Wireshark can't decrypt anymore. But if I now open the rabo.pcap.ng, the keys are already in there, and it should be able to decrypt again. So this way, you can prepare a trace file with decryption and then send it to someone else. And you can, if you select only the keys that are interested to the sessions that you want to export, then you can have a very concise decryption for your report or for your customer or for your third party that you need to send it to. Since I had a 5 minute mark, I think I'm going to stop shouting and ask some questions. Because you might have some questions that I didn't answer. Are there any questions? There's one over here. You get the microphone, 1 minute. Yeah, I need a new laptop, but this is not the way to do it. I was just wondering if there's anywhere on a roadmap to implement GA3 fingerprinting for TLS sessions, because I often use this to investigate infected host, mm-hmm. and I want to find out all the domains a specific application has been using to communicate to. And what I do now is just I export everything through Moloch, and that fingerprints each TLS session. And I was wondering if... I didn't get the first part of your question. The GA3 fingerprinting, is there any part that's going to be on a roadmap for Wireshark, or have you ever heard of it? I don't think so. Okay. And the problem with Wireshark, road-wise, is that it's an open source project where everybody contributes their own interesting stuff, and some people contribute to the bugzilla to add their stuff, or to get it, actually, at the moment. But there's no steering of what is being added. So we don't have a roadmap. We have some ideas of where things should be going. But that's one of the reasons why we want to move out of Riverbed, because now, if you started to get donation money, we become an income-generating department of Riverbed, which means that we will get noticed and we will be treated differently. And one reason to go out of Riverbed is to be able to get more donations and then maybe hire some people to do these kinds of things. That there can be a roadmap like, this needs to be added, but nobody has interest to develop it. Okay, let's hire somebody to do it. So that's at the moment, there's no roadmap for that. No. But if you have a feature request, go to bugs.wireshark.org and file an enhancement request. And if somebody else finds it interesting, he will develop it. He or she will develop it. They will develop it, I should say. I was to the LBTT talk this morning, so I should change my wording for things. All right, another question. There's already people coming in for the next talk, I see, so I think that should... Well, I just turned 3 o'clock as I looked at my watch. Right, thank you very much. If you do have any questions, my email address is in there, so feel free to email me. If you start mail bombing me, I will ask for money, but if you have like a couple of questions, I'm always happy to help you. So, all right, thank you.